trouwens achter dat in het weekend heel... Hollandsport. Maar die wedstrijden zijn altijd op zaterdagochtend. En wij zijn sowieso al niet zo... Vroege vogels. Maar de wedstrijd begint de ene keer. Rond om 10, dan weer. 2 voor 12, dan weer. Het 11e uur. Altijd. Over de tijden. Zondagavond vond in het Eindhovense Parktheater de finale van cabaretfestival Cabaretesque plaats. Maar tegen zwangere mensen mag je niet zeggen dat ze dik zijn. Nee, want ze zijn zwanger. 3 finalisten streden om de Gouden Kabouter en de publieksprijs in de vorm van een paddenstoel. We misten pogingen om je kop boven het maaiveld uit te durven steken. Daar gaat het toch ook eigenlijk wel om bij cabaret. Ondanks dat de jury het niveau van deze 9e editie vond tegenvallen, had ze genoten. Staat een man op de bus te wachten? De Gouden Kabouter ging naar Thomas Platzer. Heb je verwacht? Nee, niet echt. Nee. Want? Wie was jouw winnaar? Ja, ik vond zelf Le Canard vind ik echt een heel leuk duo. En ja, ik had het gevoel van, nou, dat vond ik wel een winnaar. Ook zo gênant. Dat ik in de spiegeling van het water mijn eigen aarshaar nodig. Wat trouwens wel een heel handig hulpmiddel is om die ontspanningen te sturen. De publieksprijs was voor Jeroen's Clan, bestaand uit een 4-tal middelbare scholieren uit Best. Ja, hartstikke blij. Zeker omdat we ook terug zijn gevraagd voor het Comedy Weekend. Dat is wel echt een hele gave prijs. Ja. En zo'n publieksprijs is hartstikke leuk natuurlijk. En de tweede prijs ook leuk. Ik vind het de lelijkste kabouter. Dat wel, ja. Ik vind brons eigenlijk veel Ik denk mooier. Dat we een brons gaan schilderen. Zowel Thomas Platzer als Jeroen's Clan verdienden met hun prijs een optreden tijdens het Comedy Weekend in het Parktheater dat in oktober gehouden wordt. Nou, borrelen of... Ja, zeker. Nou, borrelen. Borrelen. Ja. Morgen om 7:15 weer in de les. Ja, lekker les.